Sensief van 07. Gewoon thuis als vrije tijdsbesteding. Sinds de PlayStation 3 heb ik al elke nieuwe FIFA gekocht. Rond de 4 uur speel ik FIFA per dag. Thuis speel ik iets aanvaller dan hier. Hier speel ik wel iets defensiever ook, want ik kan de tegenstanders ook niet. Collectief, teamspel, ja. Dat is soms de fouten die niet gefloten worden in de game en ook soms de rare goal gemaakt worden van op grote afstand. De controllers, die echt gebroken zijn, gewoon ja, kapot van niet meer op te laden of zo. Ja. Cristiano Ronaldo, ja, is technisch heel goed en ook kopbalsterk. Dus een van de beste van de wereld. Liever in het echte wedstrijd te spelen dan op de console. Dat is die. Ik vind het moeilijk. Ik kan daar niet veel mee met penalty shootouts. De footpack. Omdat in het echte leven. Sweden Stadium. Harry Potter. FIFA, feest. Liever pro spelen in het echt. Ik hou van Eden Hazard. Ik wou van andere games spelen, buiten FIFA. Fortnite, Call of Duty, GTA. Liever gemakkelijk. Ik hou van de Belgische sfeer. Het is afwisselend, dus ik hou niet van interview.